Over anderhalve minuut Nieuwslijn met de algemene beschouwingen. Na 8 jaar Vietnamese gezinshereniging, regen en Nicaragua en zelfmoord, de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Maar nu eerst even dit. Willeke Alberti over Greenpeace. Een schone wereld hebben we al lang niet meer. Maar daar hoeven we ons toch niet bij neer te leggen. Of beter gezegd, we moeten ons daar niet bij neerleggen. 28 oktober, aanstaande, is bij Veronica de hele dag Greenpeace actiedag. Een hele dag televisie in het teken van Greenpeace. En wij laten ze er toch niet alleen voor staan, hè? Het avontuur blijft lokken. Daarom wil Veronica zo snel mogelijk commercieel. Ga het avontuur aan met Veronica. Word lid abonnee voor een zeer commerciële prijs. 25 piek tot 1 juli 1988. Iedere week het opwindende Veronica-blad bij je thuis. Bel het avontuur nu. 020-808-808. Gezinshereniging in Nederland. Vietnamezen zien elkaar na 8 jaar weer. De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Wat gaat er met de minima gebeuren? Reagan en het vredesplan voor Midden-Amerika. Nicaragua blijft onder schot. En de toename van het aantal zelfmoorden. De voornaamste doodsoorzaak bij jongeren. Dit is Veronica Nieuwslijn. Dames en heren, goedenavond. Eerst de algemene beschouwingen. De Tweede Kamer heeft zich gisteren en vandaag in eerste instantie, in eerste termijn heet dat, uitgesproken over de plannen die de regering voor volgend jaar in de troonrede en in de miljoenennota op papier heeft gezet. Vandaag heeft premier Lubbers geantwoord op alle kritiek die over het kabinet is uitgestort en morgen gaan de debatten verder. Want echt gelukkig is niemand, allerminst met de bezuinigingen die anders dan door de regering was beweerd, vooral de minima ernstig zouden treffen. Welke zijn de plannen van het kabinet en wat zal daarvan naar alle waarschijnlijkheid overeind blijven?